Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Wil je mij een bedankje sturen omdat je mijn content erg fijn en leuk vindt en vind het gewoon leuk om te geven, net zoals ik dat leuk vind. Dan kun je mij een bedankje sturen. Hier onderaan de video is een button bedankt en dat wijst vanzelf de weg. Lukt het niet via YouTube om mij een bedankje te sturen, dan kan dit in de reacties, heb ik een link gezet en in de beschrijving van de video. En dan kan dit op een andere manier. Nou, lieve mensen, ik hou heel erg veel van jullie. Bedankt voor jullie prachtige cadeautjes. En ja, ik vind het heerlijk. Ik waardeer het enorm. Love you. En nou, check ook af en toe de community posts, want daar zet ik prachtige quotes neer. En ook als er veranderingen zijn of als ik afwezig ben, dan plaats ik dat in de community post. Nou, lieve mensen, we zijn beland bij redenvoering 31. Saint Germain, 25 december 1934. Kerstredenvoering van Saint Germain. Het is met grote vreugde dat we de geweldige vervolmaking gadeslaan. Zowel op individueel, nationaal als kosmisch vlak. Wanneer we gebruik maken van een samenwerken met deze grote en machtige kosmische energiestromen, die geleid worden door de grote wijze intelligentie, dan weten we dat iedere stap voorwaarts ons steeds dichter brengt bij de machtige glorie en vrijheid die velen leren voelen en die hen vreugde brengt. Hoe verschillend is iedere handeling wanneer men samenwerkt met deze grote kosmische wijsheid, die niet langer verplicht is, haar machtige energie te weerhouden wegens de vrije wil van de mens. Vroeger moesten bepaalde kosmische werkzaamheden wachten omwille van de mens. Nu is het grote kosmische wiel gedraaid, waarbij ieder nationale, emotionele en mentale werking naar de grote voorbereiding leidt, waar iedere tand van het wiel moet passen in de kosmische werkelijkheid. Nou, je merkt het dan alles, en dat is 100 jaar geleden dit, hè? De vrije wil van de mens bindt en beperkt het ego nog steeds zodanig dat veel mensen in omstandigheden zullen terechtkomen waarin het zal lijken alsof ze meegesleurd worden door grote omwentelingen, waarbij alle onwenselijke eigenschappen uitgebannen en verteerd worden door de kracht van de bewuste geleide vlam, de machtige straling die bewust geleid wordt door de grote heerschaar van opgevaren meesters. Van de grote centrale zon heeft niet alleen een geweldige uitwerking op het denken en voelen van de mensen op het aardoppervlak, maar ze werkt door tot diep in de aardkorst. Vandaar was het mogelijk veel grote rampen af te wenden. Ik wens dit te zeggen met grote liefde, dankbaarheid en zegeningen voor de honderden studenten die de machtige liefde, wijsheid en kracht van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid projecteerde in de mentale en emotionele wereld. Ik wens hen te verzekeren dat een reusachtig werk werd volbracht, waardoor de mensheid en de beminde studenten eens kunnen begrijpen dat alles veroorzaakt wordt in de mentale en emotionele wereld. Dan zullen ze op het punt van begrip gekomen zijn dat ze met stellige zekerheid weten dat de materiële bezigheden van de mensheid moeten en zullen evolueren naar volmaakte orde. Nou, daar gaan we allemaal heen. Ze kunnen alleen maar bidden, 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 bidden en liefde zenden, dat iedereen's gedachten verandert, hè, transformeert naar dit. Dit kan enkel gebeuren wanneer de enige oorzaak de mentale en emotionele werking gecorrigeerd en onderworpen wordt. Dit is de reden waarom zoveel volbracht werd sedert de maand juni, toen hè. Diegenen die zich hebben afgevraagd, was het werkelijk waar dat grote verwoestingen zijn afgewend? Zou ik willen verzekeren dat zij op een dag de waarheid waarover ik sprak zullen zien en kennen? 300 jaar na Jezus' prediking ging de mensheid langzaam maar zeker achteruit, doordat ze werkten met gevolgen in plaats van met oorzaken. Dat is de reden waarom het niet mogelijk was om duurzame hulp te bieden. Met de hulp die de wending van het kosmische wiel toelaat, is het nu mogelijk het bewustzijn van de mensen terug te brengen.
naar het werken met oorzaak en gevolg. Wat chaotisch is, moet verdwijnen. Dit is de reden waarom de kennis van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, haar kracht en al haar andere eigenschappen de studenten ertoe brengt enkel te werken met de ene en machtige tegenwoordigheid, waarvan de oorzaak volledige volmaaktheid is, zoals honderden van deze studenten zelf ondervinden. Wanneer hun aandacht gericht is op de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, dan werken ze met de ene en machtigste oorzaak, die als ene en enige uitdrukking volmaaktheid heeft. In eerste instantie werd hun wereld vervuld van rust en kalmte. Hierdoor beginnen de studenten de glorie van de machtige tegenwoordigheid te voelen. Terwijl ze dit beginnen te voelen, beseffen ze dat ze bewust verder kunnen reiken naar deze machtige tegenwoordigheid. En dat ze zo'n geweldige lawine van machtige energie kunnen vrijmaken. Dat de mens zelfs geen tijd heeft om slechts een heel klein gedeelte hiervan te herkwalificeren, met beperkende of disharmonische eigenschappen. De kracht die nodig is om de mensen het eeuwige bewijs te leveren, wordt daarom bevestigd. Dus door eigen zelfbewuste inspanning bekomt de mens alsmaar grotere erkenning van de mogelijkheden die binnen zijn bewuste handbereik liggen. Merk op dat ik bewuste handbereik zeg, want men bekomt dit enkel door ten eerste bewuste erkenning, ten tweede aanvaarding en ten derde toepassing. Anders gezegd, het is enkel door het bewust richten van deze machtige intelligentie en zuivere energie dat de mens voldoende belemmeringen heeft opgelost om deze krachtige werking waarlijk in te zien. Het is jammer dat de mensen zo lang geloofd hebben, en velen geloofden zeer ernstig, dat zij haat, veroordeling en kritiek met dezezelfde eigenschappen konden verhelpen. Ja. Hoe nutteloos en tragisch was dit verkeerde idee. Geloof mij, kinderen van het licht, haat heeft nooit haat uit de wereld geholpen. En dit zal ook nooit gebeuren. Veroordeling en kritiek hebben nooit soortgelijke gevoelens verholpen. Want zoals wij u reeds zo dikwijls gezegd hebben, datgene waarop uw aandacht en uw blik gericht zijn, geeft u een bepaalde eigenschap en u dwingt dit in uw wereld te komen, te blijven en te handelen. Ondanks alles wat wij gezegd en doorgegeven hebben, ziet de mens bijna niet in hoe dikwijls hij zijn ware leefwereld en de omstandigheden waarin hij leeft voortdurend de eigenschappen geeft van zaken die hij niet wenst, omdat hij gelooft dat hij toch niet beïnvloed wordt door om het even welk gevoel en door zijn woorden van tweedracht, haat en beperking. Dit hardnekkige, onjuiste begrip heeft de wereld vervuld met allerhande tragedies. Nu is het machtige eeuwige licht bevrijd om de mensheid te tonen waarom er in de driedimensionale wereld zoveel tragedies voorkomen. Indien ik u gedurende een half uur kon tonen hoeveel egoïsme verdreven is uit de mentale wereld en de gevoelswereld van de mensen sinds de Ik Ben-onderrichtingen begonnen zijn, dan zou u nauwelijks geloven dat het mogelijk was om zoveel te bereiken in zo'n korte tijd. Dit zou inderdaad niet mogelijk geweest zijn, behalve voor de machtige eeuwige straling van licht, vanwege de grote heerschaar van opgevaren meesters, vanuit de grote centrale zon en vanwege de meesters van Venus, de stille wachter, Cyclopea en de machtige goden van de bergen. Dit alles maakt de vervolmaking mogelijk, waarvoor het legioen van licht en de grote witte broederschap al eeuwen ijveren. Gedurende 14.000 jaar is dit werk onophoudelijk verder gezet, want de grote opgevarenen hadden reeds van bij het begin de overwinning gezien. Ze moesten echter eindeloos geduld uitoefenen, want ze moesten eeuw na eeuw wachten omwille van de eigenzinnigheid van de mensheid. Nochtans hadden ze geen enkele gedachte van ongeduld, of ze dachten niet. Waarom verandert de mensheid niet? Het is enkel op het niveau van het menselijke denken en voelen dat veroordeling en ongeduld voorkomen.
De laatste 7000 jaar is er in de innerlijke werkgebieden nooit zo vreugde geweest voor de mensheid als de vreugde die heerst aan het begin van 1935. Het is echter waar dat er twee uitersten zullen zijn. Enerzijds het constructieve en anderzijds het destructieve. Nochtans is de voorwaartse stuwkracht zo groot dat er veel destructieve zaken zullen gebeuren waar men veel minder aandacht zal aan schenken dan anders het geval zou geweest zijn. Steeds meer studenten van de machtige Ik Ben Tegenwoordigheid beseffen dat hun denken en voelen de enige oorzaken zijn in henzelf en dat alles enkel aan hen ligt. Anders gezegd, dat ze de bekwaamheid en de macht hebben om hun gedachten en gevoelens te beheersen. Ze zullen dan ook ervaren dat wanneer ze hun gedachten en gevoelens harmonisch beheersen en dit bevestigen, ze hun leefwereld zullen vervullen met eeuwigdurende volmaaktheid. Aangezien de gevoelens en de gedachten vandaag op de Christuswerking gericht zijn, kunnen het denkvermogen en de gevoelswereld van de mensen vervuld worden van deze machtige kosmische Christustegenwoordigheid, zoals dit nooit tevoren mogelijk was. Aldus kunt u begrijpen hoe groot onze vreugde is op deze kerstdag, wanneer wij zien dat het eindpunt van de strijd voor de vrijheid van de mensheid in zicht is. Eens dat de mensen leren alle macht te ontkrachten die ze aan dwaze menselijke verschijnselen toegekend hebben, zullen ze ervaren hoe snel deze verschijnselen verdwijnen. Want geen enkele tweedracht of menselijke beperking kan bevestigd worden tenzij door de gedachten en de gevoelens van personen. Zeg daarom, beminde studenten van het licht, tegen iedere disharmonische, beperkende verschijnsel: scheer u weg, krachteloze menselijke creatie. Ik ken u niet. Dus dit zeg je: scheer u weg, krachteloze menselijke creatie. Ik ken u niet. Mijn leefwereld is enkel vervuld van de machtige volmaaktheid van mijn Ik Ben Tegenwoordigheid. Belachelijk verschijnsel. Ik ontneem u alle kracht om schade te berokkenen of te verstoren. Het is absoluut belachelijk. Ik ontneem u alle kracht om schade te berokkenen of te verstoren. Ik wandel voortaan in het licht van de machtige Ik Ben Tegenwoordigheid, waarin geen schaduw is en ik ben vrij. Voor altijd vrij. Dus dit zeggen we: scheer u weg, krachteloze menselijke creatie. Ik ken u niet. Mijn leefwereld is enkel vervuld van de machtige volmaaktheid van mijn Ik Ben Tegenwoordigheid. Belachelijk verschijnsel. Ik ontneem u alle kracht om schade te berokkenen of te verstoren. Ik wandel voortaan in het licht van de machtige Ik Ben Tegenwoordigheid, waarin geen schaduw is en ik ben vrij, voor altijd vrij. Ik zeg u, beminde studenten, laat niet na uw lichaam, denkvermogen, gezin, leefwereld en handelingen op te laden met de machtige liefde, volmaaktheid en intelligente werking van uw machtige Ik Ben Tegenwoordigheid. Zend de machtige violette verterende vlam uit, zoals de rookpluim uit een groot kanon, door bewuste projectie. Deze vlam verteert al het ongewenste en volmaakte in uw leven. Deze vlam verteert al het ongewenste en onvolmaakte in uw leven. Geef dit bewust de eigenschap van de volle kracht en de goddelijke liefde in werking. Zie en voel vervolgens welke grote schoonheid, geluk en volmaaktheid u zult ervaren wanneer u vooruitgang maakt. Ik dring er bij de studenten met alle ernst van mijn wezen op aan om voortdurend alles in hun denken en voelen te vullen met liefde, overvloed en volmaaktheid. En volmaakte verwezenlijking. Doe dit met dynamische energie. Put hieruit vertrouwen en zekerheid en u zult ondervinden dat er zulke veranderingen plaatsgrijpen in uw leef- en werkomgeving
dat het bijna vergeleken kan worden met het wrijven over de lamp van Aladdin. Beminde studenten, ik zeg u met alle liefde van mijn hart, gebruik deze machtige toepassing voor uw vrijheid. Wanneer u de machtige Ik Ben tegenwoordigheid in werking roept in uw leven, omgeving en handelingen, dan stopt elke strijd. Het onwenselijke verdwijnt en de Ik Ben tegenwoordigheid treedt binnen. Dan ervaart u dat u waarlijk bent binnengetreden in een nieuwe wereld die vervuld is van het geluk en de volmaaktheid waarvan u altijd wist dat ze ergens in uw hart aanwezig was. Beminden, hoe bescheiden uw huidige toestand ook schijnt te zijn, door uw Ik Ben tegenwoordigheid in werking te roepen, kunt u alles in uw leefwereld transformeren en vullen met de volmaaktheid die u daar wenst. Zeer belangrijk. Oefen uzelf om uw ego tot rust te brengen. Al doet u dit slechts 3 maal per dag gedurende 5 minuten. Roep op het einde van deze oefening met alle rustige ernst van uw wezen de machtige Ik Ben tegenwoordigheid in werking. Dan zult u alle mogelijke bewijzen krijgen van de tegenwoordigheid, kracht en heerschappij van uw eigen machtige goddelijke zelf. De beminde Meester Jezus wenst dat ik zijn liefde overmaak en de verzekering dat hij gedurende heel het jaar 1935 zijn bijzondere uitstraling zendt naar de studenten onder deze straling. Vandaag wenst Jezus niets te zeggen langs deze straal, maar hij zal dit doen op Nieuwjaarsdag. Nu volgt de kerstboodschap die de heerschaar van grote opgevaren meesters, het legioen van het licht en de grote witte broederschap u vandaag brengen. Beminde studenten, mogen uw hart vervuld zijn van onze eeuwige tegenwoordigheid, van goddelijke liefde. Mogen u zo beladen worden met haar werkzame tegenwoordigheid, dat haar ware straling een eeuwigdurende verterende werking wordt, die alles uitsluit, behalve het eeuwige licht van volmaaktheid. Ik schenk de mentale en emotionele wereld van de mensen onze eeuwigdurende werkzame tegenwoordigheid, van goddelijke liefde, die zich overal in het hart en het denken van de mensheid manifesteert. In de naam, de kracht en de liefde van het eeuwige licht en de volmaaktheid van het universum, zend ik de verterende, zuiverende vlam doorheen de aarde, zodat zij de mensheid kan bevrijden, de gevoelens van de mensen beheersen en hun nu en altijd in de leidende tegenwoordigheid en de volmaaktheid van de goddelijke liefde kan houden. Met al de liefde van mijn wezen. Saint Germain. Nou, lieve mensen, wat een prachtig, prachtig stuk weer. Bedankt voor het kijken en voor de bedankjes. Ik hou van jullie heel veel. En ja, ook bedankt voor het liken en het delen. Want ja, hoe meer mensen dit weten, hoe beter. Dat we allemaal bezig gaan met ons eigen bewustzijn en het ego. Een rotte schop geven. En scheer je weg. En ja, eigenlijk onsterfelijke wezens zijn we allemaal goddelijke wezens. I love you. Tot volgende week. Doei!